Salinero, dat houdt in. De ankie, hè. Dus kort grondcontact en alleen maar kaatsen op die voorvoet, hè. Dus kom maar, probeer maar. Dit is Ton Jacobs van de Tilburg Roadrunners. Hij is een van de trainers die de beginnende hardlopers voorbereidt op de Tilburg 10 Miles. Het doel is eigenlijk om alle mensen gereed te hebben voor de wedstrijd van zondag. En dat gaat zeker lukken. En wat leert u dan de mensen? Wij leren de mensen efficiënt lopen natuurlijk. En de conditie opbouwen, dus hart-longfunctie en de spieren. Dus goed te gebruiken op de goede manier. Ook de Tilburgse atleet Greg van Hest is aanwezig bij de laatste clinic. Hij onderstreept de noodzaak van een goede voorbereiding. Nog altijd zijn er namelijk mensen die ongetraind aan een hardloopwedstrijd beginnen. Het is redelijk onverantwoord eigenlijk. Je moet zeker wel een basis van een half jaar hebben om een 10 kilometer of 10 mijl goed verantwoord uit te willen kunnen lopen. Kom maar. Tom, waar is dit nou goed voor? Dit is voor de algehele loopbeweging en de hartslag nog hoger te krijgen omdat we dadelijk een kerntraining gaan doen. En dan moet je toch je hartslag zo hoog hebben, want anders kun je de kerntraining niet voor maken. We doen het nu nog een redelijk rustig aan, want je moet toch moeten genieten. Want zondag moeten we staan, hè? Dan is het feesten. Lopen is feesten. Kom op, doen we 3 keer totaal, hè? Ja, ja. Nou, ik heb vooral geleerd om samen te lopen. Ik liep altijd wel alleen, maar dat is een beetje saai. Dus nu met z'n allen is het veel gezelliger en dan ben je ook extra gemotiveerd om harder te lopen. Let op houding, meer trainingervaring, meer gewoon kijken van hoe kan ik het beste trainen, indeling van trainen, dat was toch wel heel fijn. Hey, tot ziens!